Erpoel stuurt de bal langs de lijn. Van Dender zat in de rug van Dragutinovic. Dit is Mark de Grijze en die gaat naar Danny Dont. Schot in het zijnet van Mark de Grijze. In de 8e minuut van de wedstrijd. De eerste fikse pik van AA Gent. Of prik moet ik zeggen. Harde trap in het zijnet. Mark de Grijze. De Grijze. Vidasson. Janssens. Stevige takkel van Kolm. Kaars. Het is een harde derby. Een wedstrijd die in de sneeuw met een zeer groot hart gespeeld wordt. Hier wordt voor elke vierkante meter sneeuwtapijt gevochten. Jan Koller met een kans. Met een schot onder Herpoel door en een doelpunt. Maar de goal wordt afgevlacht, wilde ik zeggen, maar dat is niet zo. Ik zag een vreemd handgebaar van de lijnrechter. Maar die speurde dan meteen naar de middencirkel. Of naar de middenlijn. De paas voor Koller. Ineens getrapt onder Herpoel door. 0-1 voor Lokeren voor Jan Koller. De 13e goal van het seizoen. Dik topschutter is hij. Van Hazenbroek. Snoeks. Bal kwijt aan Thomas Kaars. De Grijze. Met de fake en de voorzet. Martens met de borst teruggelegd. Barca. En die bal gaat erin. Een bal die nog afweek, maar de goal komt achter de naam van Gali Barca te staan. En zo hebben we al twee goals gehad in iets meer dan 16 minuten. Een zeer open wedstrijd, aantrekkelijke wedstrijd, snelle wedstrijd op een snelle mat. En rekening houdend met de toch wat moeilijkere omstandigheden, een feest voor het oog hier. Doelpunt van Barca, Gent komt terug tot 1-1. Bukayo Sassi wint niks van Pieter Kolm. Een van de opvallendste figuren van het veld is dat. Sandy Martens met een mooi schot tegen de paal. De rebound voor Dragutinovic. Wordt dat nog wat? Het wordt niks. Ook geen strafschop. Karel Snoeks kan die bal misschien nog aanpakken. Borgio doet dat. Koller. Doorkoppen van Stalens. En geen buitenspel. Daar gaat Jan Koller. Voor zijn tweede, Koller op tegen de paal. Van Geneugden in de rebound en dan Herpoel. Het illustreert perfect hoe deze wedstrijd verloopt. Razendsnel. De knal van Koller. Tegen de paal. En dan krijgt u dat schot aan de andere kant nog te zien. Dat van Sandy Martens. Eerst nog even van Geneugden op Herpoel. En dan nu Martens. Met zijn schot ook tegen de paal. En dat allemaal in de 23e minuut. Wie er hierbij is, zal nog geen moment spijt gehad hebben van het feit dat hij het weer getrotseerd heeft. Snoeks van Geneugden. Het blok van Borgio. Van Dender. Te ver voor Vidasson. Martens. Dragutinovic. De Grijze wil de bal in de voet hebben, maar dan moet er iets preciezer gepaast worden natuurlijk. Barca. Martens. Nog eens knallen. Met een boog gaat die bal erin. Als dat zo bedoeld was, is het een heerlijk, een schitterend doelpunt van Sandy Martens. Dat kon je ook zien op het gezicht van Stijn Vreven. Schitterende goal. Prachtige stifter van Sandy Martens. Over de verbouwereerde, aan de grond vastgevroren Danny Dont. 2-1 voor AA Gent en nog geen half uur gespeeld. Zerre kon er niet aan. Mark de Grijze met ruimte. Veel volk om te koppen. Barca eventueel om te trappen. En Kaars die trapt en dan gaat die bal erover. Hoekschop voor de Buffalo's met Dragutinovic. Achteruit tot bij Martens. Sandy Martens, Danny Dont blokt. En dan mag hij de bal wegtrappen van Hein van Hazenbroek. Hij speelt een wereldmatch. Sandy Martens. Stalens. Kaars. Snoeks gaat tackelen. Kaars krijgt de bal toch bij Dragutinovic. Probeert te openen voor Martens. Bal opgevangen door Van Dender. Bukayo Sassi. Van Dender. Mistrap. Roussel goed op bij Martens. Die mag je in deze match op elk moment de bal geven. Kijk maar, Sandy Martens.
voorlangs. En dan gemist door Roussel. Hoekschop Sporting Lokeren met Ronnie van Geneugden. Martens van Hazenbroek met een gestrekte kopbal. Lokeren is nog eens even onder de druk van A-agent uitgekomen. Niet dat ze slecht spelen, maar ze worden weggezet door een verbluffend A-agent. Dit was de kopbal van Hein van Hazenbroek bij de rust 2-1. Twee nieuwe namen voor de tweede helft. Dit is de eerste en van Lokeren, Martin Penitska. En de andere speelt bij A-agent of voor A-agent Ronald Foggen. Vrije trap met Hein van Hazenbroek. Nog even meegeven dat de twee mensen die vervangen werden Thomas Kaars en Chris Janssens zijn. Koller kopt. Bukali Sassi gaat de bal halen en haalt hem meteen om. Koller met het schotje. Raakte die bal niet hard genoeg. Erpel. Martens. Dan Roussel, dan via de grijze Barca. En die heeft Foggen bij. Met zijn linkervoet zette hem voor. En Mark de Grijze wist al bij het trappen dat hij die bal over het doel ging sturen. Bukali Sassi, Kollen dan. Nu Koller. Een medeklinkerverschil. Jan Koller, weer Kollen. En dan achteruit verloren gelegd door de lange check van Lokeren. Hier komt Stijn Vreven. Als geen goede paas, Vidarsson. Snoeks. Positie buitenspel van Jan Koller, maar Snoeks mag natuurlijk doorgaan. Hij stuurt de bal naast de paal en verloren voor Lokeren. Heel dicht bij de gelijkmaker, Karel Snoeks. Een kans die hij had moeten benutten. Wilde het doen met buitenkant rechts. En dat in de 14e minuut na de pauze. Cédric Roussel wordt eruit gehaald. In zijn plaats komt Thomas Châtel. Van Geneugden. Koller met de schouder. En met het hoofd. Bukali Sassi, Diaz keihard, maar wel over. Staat een minuut of vier op het veld. Pascal Diaz kwam in de plaats van Arnar Vidarsson. Minder tempo in de tweede helft, dat is te begrijpen. Maar het blijft interessant. Kijk maar, Sandy Martens forceert nog eens een schot. Maar hij stuurt de bal naast. Burgio vangt op. Châtel knap gedraaid. Zere komt snel terug. Stalens, Châtel. 5 centimeter scheelde het. Thomas Châtel, hij zit nog op de middelbare school. Had hier een kans om er 3-1 van te maken. En dan zou de wedstrijd afgelopen zijn. Sandy Martens wordt naar de kant gehaald. Het is niet echt een applausvervanging, want hij heeft er zelf om verzocht. Helemaal leeg gespeeld, helemaal leeg gestreden. Heeft een schitterende goal gemaakt met nog een seconde of 40 te spelen. Komt Daniel Camus in zijn plaats. Dit moet het laatste wapenfeit worden van een wedstrijd die vooral in de eerste helft heel mooi was, heel boeiend was, alles te bieden had. Barca mislukte omhaal. Achteruitgelegd door Châtel. De wedstrijd is afgelopen en ze wordt gewonnen door A-agent. Die hebben hier aan klantenbinding gedaan. En vooral een schitterende eerste helft gespeeld. Gent 2, Lokeren 1.